Ik heb dit serieus nog nooit meegemaakt. Can we find love again? Kijk, het gaat niet naar perfecte snelheid. Goed op de voorkant. Dus dan... Ga even mijn huis uit. Ga mijn huis uit. Ga mijn huis uit. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. En om te beginnen, jongens, ik ben echt... Ik heb dit serieus nog nooit meegemaakt. En nee, oprecht niet. Het is momenteel 4:30. Ik ben gisteren uit geweest met al mijn vrienden uit Haarlem van vroeger. En ik werd, nou, zonder te overdrijven, misschien nu net een uurtje geleden wakker. Dus om 4:30 werd ik pas wakker. En toen keek ik op mijn telefoon en dacht van... Huh? Hoe de fuck kan het nu al 4:30 zijn? Dus ik heb goed uitgeslapen, jongens. Maar mijn wekker, ik heb dus altijd standaard elke ochtend om 9:00 een wekker staan. Alleen Ruben die heeft mij om 8:10 heeft hij mij zo gevonden. Ja, dus om 8:10, ik was gewoon zo moe, ik kwam thuis, toen ben ik gewoon op mijn bed gaan liggen en toen ben ik gewoon in slaap gevallen. Maar om 9:00 ging mijn wekker en daar ben ik niet wakker van geworden, toen heeft Ruben me uitgezet. Waardoor ik dus zeg maar niet meer ben wakker geworden, want ik lag gewoon te slapen en ik was inderdaad gewoon laat thuis. Dus was ik om, volgens mij was ik om 6:00 thuis en toen ben ik gewoon blijven doorslapen, omdat Ruben dus mijn wekker had uitgezet, jongens. Oh, wat een dag, wat een goed begin van de dag. Hey Google, doe alles aan in de woonkamer. Oké, 5 dingen aandoen. Dankjewel Google. Ik ga een koffietje pakken en ik ga editen, jongens. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt niet nice. Zeg maar, als ik nu om 4:30 opsta... als ik nu naar buiten kijk, het is gewoon het einde van de dag alweer. Het is gewoon alweer het einde van de dag. Oh. Nou, ik hoop dat het nog een leuke dag wordt. Het enige positieve van vandaag is dat ik op mijn nieuwe bureaustoel kan editen, jongens. En deze stoel is zo chill, jongens. Kijk, hij leunt helemaal zo naar achter. Oh, kan ik zo lekker, zeg maar, zo lekker liggend editen. Heerlijk. Och, jongens, ook al ben ik laat opgestaan en heb ik een beetje een brak gevoel, ga ik er wel een leuke avond van maken. Ik wil eigenlijk dag zeggen, maar het is natuurlijk eigenlijk avond al. Het is momenteel 7:00. Wie hoor ik nou? Welkom bij de... Hey! Vier uur 's middags. Het is vandaag! Goedemorgen! Nee, ik was inderdaad wel een beetje laat wakker, jongens. Maar weet je wat? Ik ga daardoor niet mijn dag laten of mijn avond laten verpesten. Want jullie hebben lekker eten gehaald. Maar heb je sushi point? Heb je mijn sushi point gehaald? Jullie was echt dicht. Nee. Oh. Nou, oké. Ja, dan moeten we het, dan gaan we... Je hebt haast. Hè? Je hebt haast. Oh ja, ja. Ik ga nu even... Hè? Maar heb je dat filmpje laten zien? Die heb ik in de vlog gedaan, ja. Oh. Nee, jongens, ik ga nu eventjes Ella ophalen en die is met een vriendin, Amy. En dan gaan we vanavond gezellig met z'n allen bowlen. En misschien dat we vanavond ook nog uitgaan in Rotterdam. Dat weten we nog niet zeker. Ik weet niet of het heel verstandig is, aangezien ik nog een beetje moe ben. Maar we gaan sowieso gezellig bowlen met z'n allen. Dus ik ga Ella ophalen. Au, tyfus. Au. Ik zit er in die zak aan. Ik ben echt niet scherp vandaag, jongens. Jongens, het is 7:30, maar ik voel me weer kip lekker. Ik werd echt wakker en ik dacht van, oh, dit gaat echt een vreselijke dag worden. Maar ik ben er gewoon al ongeveer 2 jaar achter dat brak zijn echt mentaal is. En tuurlijk ook weer niet, maar als jij er gewoon overheen zet, dan ben je eigenlijk gewoon niet brak. Want nu voel ik me helemaal chill weer. Dus wat ik net ook al zei, ik ga er geen leuke dag van maken, maar ik ga er een hele leuke avond van maken. Dus we gaan lekker bowlen met z'n allen, daarna gaan we waarschijnlijk naar Gio. Dus het wordt nog een leuke dag, jongens. Can we find love again? Het is zo'n lijp nummer, jongens. Ik krijg er altijd gewoon echt... Als ik dit nummer luister, krijg ik een beetje kippenvel of zo. Maar echt een goed nummer. Ik ben sowieso echt fan van Killerboy, jongens. Echt niet normaal. Wat een gezellige sfeer hangt er weer in de auto, zeg. God, hé. Nou, echt leuk. Hoe was jullie dag? Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja. Ik ook. Fuck een goede timing. Ja, aan. Toch? Ja. Precies 8:00. Ja, zeker. Maar kom aan. Ja, kom aan. Nou, kijk eens even, daar zijn we. Wat een gezelligheid. Ja, leuk, hè? Wat een timing. Lekker bowlen. Weet je wat dus een beetje het probleem is bij mij, jongens? Mijn vingers zijn te dik voor die gaatjes. Mijn vingers blijven erin vastzitten. Hebben we er zin in? Oh ja, ik moet schoenen pakken. Ik heb geen schoenen mee. Ik heb schoentjes, hoor. Kijk eens even.
Wat leuk allemaal zo, hè? Ik ben dus niet heel goed in Polen. Was het leuk gisteren? Ja, gisteren was wel echt gezellig. Ja. Lekker laat wakker, maar fuck it. Oeh. Ik heb dus echt mijn dagen met Polen. Ik ben niet zo goed. Dan. Ik heb zeker een loop gegooid. Loser? Ja, ik gooi dat. Ik heb 8 gegooid. Zelfde als ik. Oh, we hebben hetzelfde. Oké, als je strijk gooit, krijg je 20 euro. Dan ga je, Elf. Dit kan jij. Er nog 4. Jij bent... Blijf een beetje af. Oké, jongetje. Oké. Kijk of jij een beetje een boliebal kan gooien met een gebakken hoofd van je. Zal ik een strijk gooien? Ja. Doe dit man. Kijk, het gaat om zeg maar perfecte snelheid. Goed op de voorkant. Dus dan is het zeg maar chill dat je gaat om perfectie en snelheid. What the fuck? Zo jongens, dat was hem weer. Wat hebben we toch een leuke tijd gehad met z'n allen. Ja hè? Nou echt. Het klinkt wel echt. Easy gewonnen. Maar heel enthousiast allemaal. Ja. Ik wil nog een keer, zullen we terug? Nee. Ik heb echt met bolen dat ik zeg maar na 2 keer gooien eigenlijk al wel weer klaar ben ofzo. Maar het merkte je ook wel. Je was ook niet zo goed. Nee, ik ben niet zo goed in bolen. Je begon echt als een mogol en toen daarna ging het wat beter. Thanks. Ja, dat was toch zo? Ja. Eerst 3 rondes heb je 1 kegel geraakt. Dat vind ik nog veel knapper. Hallo. Dat is inderdaad best wel knap. Geen kegel raken. Hé. Nou, we gaan even lekker naar huis. En als het goed is hebben... Lekker naar huis. Even lekker naar huis. En als het goed is heb jij sushi voor me overgelaten. En als het niet zo is, dan ben jij de lul, vriend. Nee, ik heb het voor jou overgelaten. Oh, dat is lief. En dan misschien nog richting Rotterdam, jongens. Kijk nou eens, wat een verrassing. Ik kom hier thuis en ik heb gewoon nog eten. In een doosje. Een doosje. Waar moet het anders in? Ja, hij heeft gevonden bij de vuilnisbak. Dat vind ik echt geen leuke opmerking. Nou, ik ga even eten. Oké, jongens. Ik heb heel lang nagedacht over deze beslissing. Maar dit... Vind je dat normaal? Hier in mijn huis! Vind je dat normaal? Die vrouw is dood. Ja, maar ik zei het toch, ik ging dat drinken en dan moet je een boer laten. Ja, je moet ook niet drinken. En dat is wat wij ook dus niet gaan doen vanavond. Wij gaan gezellig naar Gio en waarschijnlijk gaan we dan uit. Maar het is gewoon even gezellig jongens. Lekker een avondje naar Gio. Met lekker de meiden. Met de meiden. Nee. Kom. Is dat jouw vriendin? Nee, ken jij haar? Wat doe jij hier überhaupt? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ga al. Oké, jongens, we gaan lekker de auto in. Let's go. Kijk eens, wat lekker, jongens. Ik word gewoon bezorgd. Bezorgd gereden. Ik word bezorgd naar Rotterdam. Godzijdank, mijn telefoon is gevallen. Ah, nee, jongens, ik had echt... Hey, jongens, ik had echt geen zin om te rijden. Ik had er echt geen zin in. Ja, ik sta ook niet echt te springen. Sta jij niet te springen om te rijden? Nee. Oh, jongens, dat en mij waren mee, hè? Ja, dat is niet zo anders. Laten we dat maar niet doen. Hé. Oh, ik ga even lekker slapen. Dat is het. Slaap lekker. Slaap lekker. Wakker worden. Hey. They hit on lucky, but I got the keys. Right on cookie, baby, ride it like sweets. Right on cookie, ride it like. Ik heb er wel weer zin in, hoor. Gelukkig. Ja. Jij bent zo'n wispeltuur, hè? Ik ben echt wispeltuur vandaag. Jij hebt echt borderline. Oh, fuck. Ah, joh. Net lag in... Hij lag echt net ervan. 2 minuten geleden. Ja, hij lag slapen. Dus nu zit ik er gewoon weer lekker in, jongens. We zijn er. Oh. Zo, jongens. Ik moet mezelf een beetje herpakken weer. Maar dat komt goed. Ja, ja, het komt goed jongens, het komt goed. Ga even mijn huis Gast. Uit. Ga mijn huis uit. Gast. Ga mijn huis uit. Ga mijn huis uit. Vincent.
gaan we een vlog battle doen? Hebben jullie weer dezelfde trend? Kleed je nou zo'n deel, ouwe? Deel, dit, nee, maar dit is niet leuk. Jij laat kappen. Jij checkt mijn Insta-story. Je gaat kijken wat ik aan heb. Dit is toch niet... Oh ja, dat is het. Ja. We hebben weer precies dezelfde trui aan. Ja, hier hebben we schattig, jongens. Echt wat schattig. Zullen we nog samen... Jij gaat op Thalia. En ik ga moensjes, dus dat maakt het ook niet uit. Waar gaan we heen? Thalia. Jij hebt ook al zo'n ding aan. Nu hebben we allemaal dus hetzelfde... Ik draag geen Olaf, dus dat is zeg maar wel anders. Wow, Olaf, weet je, Olaf. Fuck it. Fuck ja, it. Ja, ik heb ook een shirt van Olaf aan. Tieve zooi. Ik moet zeggen, jongens, ik heb nu één biertje op. Zo, doe eens rustig, joh. Maar ik heb nu één biertje op en hij gaat er goed in. Hij voelt goed. Ja. Dus het is positief nieuws, jongens. Adje. Nee. Gast, ik drink niet. Iedereen hier in huis is weg, want we gingen naar de stad, naar de, Rotterdam. Alleen Amy had haar ID helaas niet bij zich. Dus, we kwamen niet binnen. Dus, maar eigenlijk is het misschien ook wel beter, jongens. Want zoals jullie weten, heb ik het gisteren al lekker bont gemaakt. Dus eigenlijk vind ik het, wel prima zo. Zo? Sorry, gasten. Weight gainer, ja. Ja, echt, echt niet leuk. Echt niet leuk van je, Amy. Ik vind het echt... Nee, ik vind het echt, zeg maar, dit is... Spijt me, ik wil dat je pijn. Zullen we Sniff stelen? Of Poekie? Ik wil Poekie eigenlijk gewoon. Zo, ik wil gewoon Poekie. Zo, ik ga denk Poekie gewoon meenemen. We kunnen ook een dagje rijden. Poekie! Zullen we dat doorhebben? Ik denk pas na een dag. Wat? Nee, echt gelijk. Nee, ik denk echt, nou als hij thuis nou, weet, dan nee, heeft hij niet precies. Ik denk niet dat hij dat vanaf Gio is juist, Gio is juist heel erg met hij zegt altijd waar zijn de katten, hij zoekt ze altijd. Morgenmiddag, oh kut, mijn kat is weg. Ik ga het even aan Poekie vragen. Poekie, wil jij mee? Wil jij mee? Nee, ja, ik denk het wel. Wil je mee? Oh, Poekepoes. Poekepoes. Oh, zo, ik voel gelijk het hele neusje vol zit door die katten. Maar goed, wij gaan weer lekker naar huis. We zouden eigenlijk hier slapen, maar we dachten van ja, het heeft natuurlijk heel weinig zin om hier nu te gaan slapen. Ja. En we zouden dan met z'n drie in bed moeten. Kunnen huisfeestje geven. Eerst één bed. Allebei, tegelijk. Nee, moet dat. Eerst één. Ik kies voor Sniff. Ik ook. Snippenboes! Wij gaan weer lekker naar huis. Wij liggen lekker in bed. En ik moet zeggen, jongens. Omdat één jaar ID was vergeten, kwamen we niet binnen. Maar ik moet zeggen, ik denk dat het eigenlijk chill is. Anders hadden we nu nog steeds in Rotterdam in de Munich gestaan. Ja, het is echt het lot. Och, jongens. Ik weet ook niet. Ik weet oprecht niet waarom ik ook... Rotterdam, sorry. Ik weet oprecht ook niet waarom ik überhaupt vanavond weer uit wilde gaan. Want ik ben gewoon nog zo moe van gisteren. Ja, dat was mijn schuld, denk ik. Ja, ik denk het ook. Nou, eigenlijk had je het afgesproken. Dus eigenlijk is het jouw schuld. Eigenlijk is het gewoon mijn eigen schuld. Maar goed, dit is denk ik wel even beter zo. Dus dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur gewoon gezellig weer. Doei doei!